Hoi allemaal, ik ben meneer Van Eurik en in deze video ga ik uitleggen hoe planten op vijf verschillende manieren hun zaden kunnen verspreiden, namelijk door een schietmechanisme, door de wind, door dieren, door water en door vuur. Dat en meer in deze video. Veel plezier! Planten moeten hun zaden verspreiden, maar waarom eigenlijk? Nou, stel jij bent een klein kiemplantje en je wilt weer groeien. Maar naast je staat je moeder en je moeder is toevallig een hele grote sterke eik. Is dat handig? Nee, natuurlijk niet. Want je gaat nu een concurrentiestrijd aan met je moeder. En die concurrentiestrijd gaat om zonlicht, om ruimte, om water in de grond, om voedingsstoffen in de grond. Nou, die concurrentiestrijd ga je natuurlijk verliezen. Dus, planten moeten hun zaden verspreiden om ervoor te zorgen dat hun nakomelingen een heel eind verderop terechtkomen en dan goed kunnen groeien. Nou, planten kunnen dat doen op vijf verschillende manieren. Als eerste met een schietmechanisme en dan gaat de plant zelf de zaden eigenlijk een soort van wegschieten. Of het kan ook door de wind, of door dieren, of door water en zelfs door vuur. Nou, deze vijf manieren van zaadverspreiding die ga ik uitleggen in deze video. Planten kunnen hun zaden zelf verspreiden doordat ze een soort schietmechanisme bevatten, waardoor de zaden heel ver weg van de moederplant worden geschoten. Nou, een voorbeeld daarvan is de springkomkommer. De springkomkommer bevat vruchten en die vruchten die staan onder hele hoge spanning. En dat komt omdat er water in die vruchten wordt gepompt onder hoge druk. En de druk in die vruchten kan wel oplopen tot 6 bar. Nou, op een gegeven moment kan zo'n vrucht loslaten van de steel. En dan wordt die als het ware weggecaltepateerd van de steel, doordat er water met zaden dan aan de achterkant uitvliegen. Dus het is een soort raket die wordt weggeschoten, waarbij aan de achterkant de zaden dan eruit vliegen en heel ver van de moederplant terechtkomen. Dan heb je ook de erwt. De erwt is een pulvrucht. Hier zie je de pul. En ook die staat onder hoge spanning. Op een gegeven moment scheurt de naad en dan krult die om. En op. Op dat moment worden die zaden dan weggeschoten met hele hoge snelheid. Dus het is een soort geweer die kogeltjes wegschiet. En die erten die kunnen echt 20 meter verderop terechtkomen door die hoge snelheid van dat oprollen van die peul. Dan heb je ook nog de springbalsamine en de kleine veldkers. Die hebben dit soort vruchtjes. En die vruchtjes die bevatten kleppen. En die kleppen die kunnen bij aanraking. Heel snel oprollen van beneden naar boven, onder hele hoge snelheid. En door die hoge snelheid worden de zaden die dan in die vruchten zitten ook weggeschoten van de plant. Dus op deze drie manieren kunnen zaden worden weggeschoten van een moederplant. Zaden kunnen ook door de wind worden verspreid. En die zaden zitten dan in vruchten die klein en licht van gewicht zijn. Dat is ook logisch. Want anders kunnen ze niet goed door de wind worden meegenomen. En dat betekent ook dat die vruchten maar weinig reservevoedsel kunnen bevatten. Want anders worden ze gewoon te zwaar. En dat heeft weer de consequentie dat die vruchten op een goed plekje terecht moeten komen met een bodem met veel voedingsstoffen. Want als die zaden dan ontkiemen, gaat er een plantje groeien. Maar dat plantje moet dan wel veel voedingsstoffen in de grond hebben. Want zelf in de zaden en de vruchten zit maar weinig reservevoedsel. Dus de kans is vrij klein dat dat gebeurt door de wind. Dat zo'n vruchtje op een goed plekje terechtkomt. Dus daarom maakt zo'n plant gewoon heel veel vruchten. In hele grote aantallen. En dan zijn er altijd, altijd wel een paar bij die op een goed plekje terechtkomen. Dan kunnen ontkiemen en dan goed kunnen groeien en een nieuwe plant kunnen vormen. Nou, die vruchten die hebben vaak ook een hulpmiddel om te kunnen zweven. Namelijk een pluisje of een vleugeltje. Nou, het bekendste voorbeeld is natuurlijk de paardenbloem. Hier zie je die bruine staafjes, dat zijn de vruchtjes. En aan elk vruchtje zit zo'n pluisje. En als het dan hard waait, dan breken die vruchtjes hier los en dan worden ze door de wind meegenomen. En dan komen ze een heel eind verder op terecht. Nou, ook bomen die gebruiken dat mechanisme, maar dan met de vleugeltje. Gewone asdoorn bijvoorbeeld die heeft een vruchtje met één vleugeltje of de asdoorn is een dubbel vruchtje met twee vleugeltjes. En de linden... Die heeft een vruchtje met een extra blaadje dat dan ook dient als vleugeltje. Nou, dat moet dan wel hard waaien. Anders worden die vruchtjes niet verspreid. Want als het wind stil is en zo'n vruchtje valt naar beneden als een helikoptertje, dan valt hij gewoon recht naar beneden en dan ligt hij dicht bij de moederplant. Dus het moet wel hard waaien. Het kan gewoon stormen. En dan breken hier die vruchtjes los. En dan worden ze door de harde wind meegenomen en dan komen ze wel op een heel eind verderop terecht op, en kunnen ze dan ontkiemen. Zaden kunnen ook door dieren worden verspreid. En die vruchten waarin die zaden zitten, die bevatten vaak heel veel vruchtvlees. En vruchtvlees is natuurlijk heel voedzaam, het is sappig, het is zoet. Dus die worden door dieren opgegeten of meegenomen. Nou, voorbeeld zijn natuurlijk bessen, rode bessen, blauwe bessen, maar ook frambozen, bramen, aardbeien. Die worden door dieren opgegeten en vooral door vogels. Maar ook appels, als die rijp zijn, vallen ze van de boom naar beneden. Dan worden ze aangepikt door vogels of opgegeten door andere dieren. En dan worden de vruchten opgegeten, maar ook de zaden, want die zitten daar natuurlijk in. En die komen dan in het maag van dat dier. Het vruchtwezen wordt helemaal verteerd door enzymen, maar de zaden niet. Die worden niet aangetast door die enzymen, die kunnen dat tegen. Dus die worden onverteerd later uitgepoept. En natuurlijk een heel eind verderop van de moederplant. En op die manier worden de zaden dan verspreid. Dus vooral door vogels. Zaden kunnen ook worden verspreid door mieren. En die zaden die bevatten een soort aanhangseltje. Die mieren aanlokken. En zo'n aanhangseltje noem je mierenbroodje. Nou dat zie je hier bij het akkerviooltje, de gewone felpjes en de winterpostelijn. Die zaden die hebben zo'n wit aanhangseltje. En dat is een mierenbroodje. Nou zo'n mierenbroodje bestaat uit olieachtige en suikerachtige stofjes. En dat dient als voedsel voor de mieren. Dus zo'n mier die pakt zo'n zaadje op en brengt het naar het mierennest. En voert het dan aan zijn larven. Nou die larven eten dan die mierenbroodjes op... En als die hebben opgegeten, dan worden de zaden uit het nest verwijderd door de mieren. En dan komen ze een heel eind verderop terecht en dan kunnen ze ontkiemen en een nieuwe plant vormen. Zaden kunnen ook nog op een andere manier door dieren worden verspreid. Namelijk zaden die in vruchten zitten die heel erg stekelig en plakkerig zijn. Zoals bijvoorbeeld de vruchten van de kleefkruid. Nou, de hele plant is eigenlijk plakkerig. Maar vooral die vruchten die zijn heel erg plakkerig. En die bevat ook nog van die haakjes. Net als bijvoorbeeld de vruchten van de wilde wortel, die bevat ook van die haakjes. Nou, je kunt je voorstellen dat die vruchten makkelijk in de vacht van dieren of in de veren van vogels kunnen blijven hangen. Nou, die dieren en die vogels die nemen dan die vruchten mee over heel grote afstanden en op een gegeven moment zullen die vruchten dan toch uit de vacht vallen of uit de veren vallen op de grond en dan kunnen ze ontkiemen en een nieuwe plant vormen. Zaden kunnen ook worden verspreid door eekhoorns en die zaden zitten in vruchten en die vruchten hebben een heel harde verhouten wand. Dat zijn dus meestal noten, zoals bijvoorbeeld de hazelnoot. De walnoot, hoewel de walnoot is plantkundig gezien geen echte noot, maar een steenvrucht. Maar goed. Of kastanjes, of dit staaltje eikels hier in de boom. Nou, die vruchten, die noten, die worden door de eekhoorns in de herfst verzameld en dan in de grond gestopt. En die dienen dan als wintervoorraad voor als die eekhoorn in winterrust gaat. Want als die in winterrust gaat, dan gaat hij slapen, een paar weken achter elkaar. En als hij dan honger krijgt, dan wordt hij wakker en dan gaat hij op zoek naar zijn wintervoorraadje en dan eet hij die nooit op. En als hij dan genoeg gegeten heeft, dan gaat hij weer terug en dan gaat hij weer verder slapen. Maar ja, zo'n eekhoorn die vergeet wel eens waar hij die wintervoorraad had aangelegd. En dan blijft die nooit natuurlijk in de grond liggen. Of hij maakt gewoon te veel wintervoorraad aan, dus dan blijven er een paar over. Of die eekhoorn die wordt gepakt door een roofdier, bijvoorbeeld door een steenmarter of een boommarter of een havik of een uil. En dan blijven die nooit een turk in de grond leggen. En in het voorjaar kunnen die, dan, die zaden dan ontkiemen en dan een nieuwe plant vormen. Dus op deze manier kan een eekhoorn dus ook zaden van bomen verspreiden. Zaden kunnen ook worden verspreid door water. En dan vooral natuurlijk door oeverplanten, want die kunnen hun zaden laten vallen in het water. En die zaden die blijven gewoon drijven, want die bevatten heel veel luchtroltes. Dus als het een stromend beek is, worden die zaden meegenomen en dan komen ze een heel eind verderop terecht aan de oever. En dan kunnen ze ontkiemen en een nieuwe gele lis vormen. Of de kokospalm, die heeft als vrucht de kokosnoot. Nou die zijn rond, dus als die dan van grote hoogte naar beneden vallen op het strand, dan rollen die zo de zee in. En die kokosnoot wordt dan meegenomen door de zee, want die blijft gewoon drijven. Die is heel licht en die heeft een hele harde wand, dus die gaat niet kapot. Die blijft gewoon heel lang houdbaar in de zee. Dus de zee kan zo'n kokosnoot een heel eind verderop op een eiland of op een ander stuk land laten aanspoelen. En dan groeit daar een nieuwe kokospalm uit. Zaden kunnen ook verspreid worden door vuur. Dan denk je, vuur, hè? hoe kan dat nou weer? Nou, dat komt voor bij de struikduin. De struikduin is een naalboom. Die komt niet bij ons voor, maar wel in Noord-Amerika. En daarvan liggen de zaden in kegels. Die zie je hier. En die kegels die worden omgeven door een speciaal soort wax. En die wax die smelt pas bij temperaturen van boven de 50 graden Celsius. Dus eigenlijk pas na een bosbrand. En als die wax dan smelt, dan komen de zaden vrij. Dus als er een bosbrand is, dan verbranden alle bomen, inclusief de struikden, maar de kegels, die, die overleven, de zaden komen vrij, en die kunnen tegen het vuur. Dus dan is eigenlijk alle bomen in de omgeving zijn dood, zijn verbrand, inclusief alle zaden van die bomen. Behalve de zaden van de struikden. Die hebben het overleefd. En die hebben dan het rijk alleen. Die hebben geen concurrentie meer van andere bomen. Voor licht, voor ruimte, voor voeding in de grond, voor water. Die hebben het rijk alleen. Dus die kunnen dan ontkiemen en nieuwe struikdennen vormen. Dus op deze manier kunnen zaden ook worden verspreid. Maar dan wel op een hele speciale manier. Namelijk door vuur. Dit was mijn uitleg over de vijf verschillende manieren waarop planten hun zaden verspreiden. Als je op de hoogte wil blijven van nieuwe video's, abonneer dan op mijn kanaal. Als je een goed filmpje vond, klik dan op duimpje omhoog. En als je meer wil weten over het thema planten, klik dan op de playlist hier rechts. Bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!